Mijn huis wordt stukje bij beetje slimmer. Ik heb natuurlijk al een heleboel daar neergezet. Maar ik heb dus nu een hele mooie nieuwe bel. Ik had eerst Ring van Amazon, maar nu heb ik dus de Nest deurbel. En dat is een hele mooie, want die herkent mijn gezicht, die weet wie ik ben. En ik laat even zien hoe dat werkt. En waarom ik hem eigenlijk ook beter vind dan de Ringbel. Ik wil je even laten zien hoe de Nest-app eigenlijk werkt. Ik ben overgestapt van het oude Ring, wat voor 1 miljard gekocht is door Amazon, naar de Nest-app. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik eigenlijk gewoon een Google-huis ben. Ik heb enerzijds heb ik gewoon camera's die voortdurend bewegen, die me in de gaten houden, die me ook boodschappen doen dat er iemand is, dat er honden rondlopen of dat er de schoonmakers komt. Ik heb ook de thermostaat hangen. Dus waarbij je dan kan zien, kan ik meteen even de temperatuur wat hoger maken. Nou, die verandert dan meteen en bam, de verwarming gaat ook meteen aan. Nou, die doe ik weer eventjes uit. Dus dat is dat is heel handig. Dan heb je eigenlijk een ecosysteem. Google Home gebruikt natuurlijk. Daarom ben ik overgestapt op deze deurbel. En de deurbel die is dus live. Dus als ik op een gegeven moment nu gewoon naar de voordeur loop, dan kan ik meeluisteren en kan ik ook meteen zien hoe dat eruit ziet. Hartstikke goede kwaliteit. Ik zie nou ook de witte ring gaat branden. Ik zie dat hij mij ziet. Zo leuk, want als ik nu hier aankom en ik druk op de knop, dan weet de deurbel al wie ik ben. Dus dat krijg je ook als boodschap. Vind ze het even staan voor de deur. En dan kun je al zeggen een boodschapje. Kun je zeggen van: We komen eraan. Of als ik een pakketje kom brengen, dan kun je zeggen: zet maar bij de deur neer. Dankjewel. Zet maar bij de deur neer. Dankjewel. Of ja, als je er niet bent, dan kan je ook iets zeggen als: hallo, we kunnen nu niet open doen. We ontvangen een melding van je bezoek. Maar natuurlijk kan je ook meteen gewoon op de knop drukken en dan bellen. En dan kun je zien, ja, en dan kun je even praten met elkaar. Hoi papa. Hi, hoe wist je dat ik het was? Dat zei de deurbel. Dat zei de deurbel. Dus wat dat betreft. En als mensen ook thuis komen, dan kun je ook precies zien: hey, je kinderen komen thuis of anderen komen thuis. Dus hij is gewoon intelligent aan het observeren. En hij kan ook gewoon kijken of je in de tuin, naar de tuin toe loopt. Of als je inderdaad een beetje te veel om mijn auto zit te kijken. Het wordt echt een heel interessant device. Een smart deurbel. Ik ga eventjes nog laten zien hoe die app is. Want ik kan, als je dus, dit kun je allemaal gratis doen, zeg maar. Alleen niet die herkenning van dat gezicht. Dan moet je betalen, dan moet je de awareness dienst kopen van Nest. En dan kun je, zeg maar, hier opklikken. En dan zie je dus, zeg maar, alle momenten. Dit is allemaal nog gratis. Maar wil je de video allemaal nog blijven herinneren, voor dagenlang, zeg maar, 5 dagen achter elkaar, dan moet je €5 per maand betalen om die video te doen. Persoonsherkenning moet je ook gewoon doen. Je kunt wel fotootjes zien, dat is gratis. Maar je kunt niet zien wie het is. En je kunt ook niet de video van een paar dagen terug kijken. Dat kan ik hier dus gewoon wel doen. Ik kan hier gewoon die videootjes weer opvragen. En dan kan ik die weer af gaan spelen. Dus dan ben ik weer terug aan het komen gaan. Oké, even nog leuk van welke dienstverlening er allemaal bij zit. Dat kun je hier onderaan zien. Ik kan familiar faces zien. Ik heb het vandaag aangezet, die €5 per stuk. Dus je kan gewoon mijn zien op welke momenten Vincent Everts allemaal voor de deur gezien is. Nou, die is al behoorlijk vaak gezien. En daar kan ik dan weer op klikken. En dan kan ik weer een fragmentje ervan krijgen. Ik kan familieleden. Sorry. Ik kan familieleden inviten. Die krijgen dan ook gewoon een alert als iemand komt. Dat is ook handig. En ik kan ook. Ik kan gewoon de spaces kan ik indelen. En ik kan de home away kan ik regelen. Als ik wegloop, dan kan hij dat herkennen. En dan kan hij iets met de temperatuur doen. Of hij kan het alarm uitzetten. Dus dat zit allemaal in deze app. Handig als je alles een beetje bij elkaar krijgt. Dat is dus wel heel erg. Je wordt er wel een beetje ingepakt. Ik heb ook een rookmelder die ook hierin zit. Dus dit is een beetje de app. De alert functie vind ik hartstikke goed werken. En ik ben eigenlijk wel heel erg blij mee. Alleen het installeren was een gedoe. Even, hoe moeilijk is het om nou zo'n deurbel te installeren? Nou, om te beginnen is het gewoon 2 schroefjes hierop monteren. Maar het moeilijkste bij mij was dit kleine dingetje.
Nadat je hem geïnstalleerd hebt, connect je hem naar je app en ben je klaar. Maar dit stukje, ja, dat was echt een heel gedoe, want dat moest eigenlijk via, zeg maar hierboven, moest dat boven het plafond, moest dat hierheen. En vervolgens komt het hier naar beneden. Hier wordt een transformator neergezet die de spanning levert, een verdeelkastje. En dan een stekker met 220 volt. Daar heb ik een apart filmpje van gemaakt. Nou, na een paar maanden ben ik echt heel blij met die Nest. Mijn familie vindt hem leuk. De installatie was een pain in the butt. Maar eigenlijk had dat eigenlijk meer met mijn huis te maken dan met die bel. Want die heeft gewoon twee draadjes nodig. De applicatie is goed. De toegevoegde waarde vind ik voor 5 euro per maand vind ik oké. Ik bedoel, het is allemaal niet gratis. Maar hij kan wel goed gratis werken. En de integratie van die app met allerlei andere dingen is top. Dus ik ben een enthousiast Nest deurbelgebruiker. En nu nog alleen nog even dat slot erop zetten. Dan kan ik mijn leven weer een stuk makkelijker maken.